Een value ladder heeft een laagst geprijsd of low ticket product, een gemiddeld geprijsd of mid ticket product en een meer premium hoog geprijsd high ticket product. En de reden dat we deze het liefst alle drie willen aanbieden binnen onze onderneming is omdat voor elk van deze drie lagen een andere doelgroep beschikbaar is. Dat betekent dat als je een markt in zijn geheel ziet, dat je daar een gedeelte van kan afdekken door een low-ticket product aan te bieden. Maar op een gegeven moment heb je het gedeelte van jouw markt wat interesse heeft in een low-ticket of laagdrempelig product bereikt. En om dan verder uit te bouwen, om verder te groeien en om op te schalen, heeft het geen zin om te proberen nog meer low-ticket of laaggeprijsde producten te verkopen, want dan probeer je eigenlijk opnieuw hetzelfde te kopen aan dezelfde doelgroep. In plaats daarvan spreek je nu een nieuw segment van je markt aan met een mid-ticket of gemiddeld geprijsd product en daarna bied je een hooggeprijsd premium high-ticket product aan nog een ander segment van je markt. Voor iedere van deze aanpakken is iets te zeggen, maar om het maximale rendement te halen uit je marketing en uit je marktsegment, wil je het liefst alle drie deze vormen van pricing toepassen.